Ja, vrienden, hebben jullie ook gekeken naar dat vrouwenvoetbal? Ja, dat is toch echt, dat is werkelijk. Ik ga jullie gewoon. Ik schiet gewoon steeds weer in de lach. Alleen met de gedachte al aan dat vrouwenvoetbal. Dat is toch werkelijk ook. Vrienden, heb je die eerste wedstrijd tegen Zambia? Dat Zambia. Die zetten niet alleen de voordeur open, die deden ook de achterdeur open, die haalden het hele tuinhuisje weg. Die zetten alles en alles maar open en open. Hier moet je kijken. Ja, dat was gewoon lachwekkend. Ja, ik bedoel, dat heeft natuurlijk helemaal niks met voetbal te maken, maar goed, daar komen we nog op. Maar, en daarna dachten de Nederlandse dames, oké, Zambia gaat krukken. Nou, dat kunnen wij ook. Huh? Oh mijn hemel, wat ziet het er ongelooflijk uit. Dit gepruts moet Wiegman echt zorgen baren. En heb je die keeper gezien van Brazilië? Nou, beste mensen, ik weet zeker dat wij zenderen vooruit, dat is een vierde klasse, zenderen vooruit, die hebben een betere keeper. Nou, hier, kijk even. Ja, en toen kwam die keeper van China, die dacht van, ja, wacht even, dat kan ik nog even beter. Nou, bij Spoordonkse Boys, ja, die jongens die hebben zitten kijken en die weten ook van, onze keeper is beter. Ja, vrienden, het is toch volkomen duidelijk. Het is niet om aan te zien, het vrouwenvoetbal. En ik weet, iedereen, nu gaan er weer mensen, die gaan maar weer schrijven. En die zeggen, Harry, hoe kun je dat nou zeggen? En dat is niet zo. En die vrouwen doen zo hun best. En het ziet er allemaal best wel leuk uit. En die komen met van alles en nog wat. Nee, nee, en nog eens nee. Het is niet om aan te zien. Nee, en het is zelfs niet eens leuk meer. In het begin moest ik er nog een beetje om lachen. En toen dacht ik, haha, en moet je die fouten zien. Nederlandse dames kunnen nooit bijna dezelfde kleur spelen. En dan wordt het toch ook heel verdrietig eigenlijk. Dat is wat het is. En het wordt maar uitgezonden in plaats dat die vrouwen... Ja, luister nou eens even goed. Het speelt zich af binnen de lijnen van een voetbalveld. Het heeft dus de kenmerken van voetbal. Door de afmeting en een doel en een strafschopgebied. Dus het heeft die kenmerken van het voetbal. Maar het lijkt in niks op voetbal wat die vrouwen doen. Nee, dat is het gewoon. En dan zeggen jullie natuurlijk tegen mij, oh, en dan mogen ze niet voetballen. Van mij mogen ze voetballen. Natuurlijk mogen ze voetballen. Alleen moet je het niet zo noemen. Het heeft niks met elkaar te maken. Voetbal en vrouwenvoetbal zijn twee hele verschillende dingen. Dus wat je dan doet is, ga dan in godsnaam, doe het ergens wat helemaal afgedekt is, zodat we het niet zien, of speel diep in de nacht om 3 uur, of doe het stiekem, zodat we het niet weten. Maar val nou niemand lastig met dat vrouwenvoetbal. Dat is gewoon mijn verzoek.